Hoe zorg je er nou voor dat je personeel duurzaam inzetbaar is? En wat is dat nou eigenlijk? Loek, MKB Nederland heeft de handen ineengeslagen met brancheverenigingen om duurzame relaties met werknemers beter te organiseren. Wat betekent dat nou precies voor een ondernemer? Dat betekent voor een ondernemer dat je goed moet realiseren dat er straks minder mensen op de arbeidsmarkt zullen zijn. Dat mensen die goed opgeleid zijn van goud zijn voor bedrijven. En dat betekent bijblijven. En dat betekent ook dat we weten dat er minder mensen zijn die straks nog lang moeten doorwerken. Dat ik ervoor moet zorgen dat de mensen ook daadwerkelijk langer kunnen doorwerken. Zowel qua inhoud als qua fysieke omstandigheid. En als je dat goed wil doen, dan moet je zorgen dat mensen afwisseling hebben. Het is dus heel belangrijk om te investeren in je mensen. Om te zorgen dat ze ook maximaal kunnen blijven produceren. Maximaal kunnen blijven opereren. En maximaal hun talenten kunnen blijven ontwikkelen. Ondernemers kunnen het beste dan inschrijven voor die kick-off. Die gaat plaatsvinden in Amsterdam, 13 oktober. Daar spreekt onder andere Leen Zevenbergen, een van de grote goeroes op het gebied van management in MKB-bedrijven. Dus niet in die grote, maar met name MKB-bedrijven. Daar zie je showcases, daar kun je zien hoe dingen gedaan zijn door mensen. Daar kun je voorbeelden zien. Kun je ook inspiratie op doen hoe andere mensen er tegenaan kijken, hoe andere mensen zaken hebben opgelost.